Hoi allemaal, super dat je kijkt naar deze nieuwe video. In deze video ga ik allemaal productieve dingen delen die ik ga doen omdat ik gewoon het te druk heb. Ik zit te veel op social media. Ik besteed mijn tijd gewoon niet goed. Ik wil niet per se zeggen dat ik niet goed in mijn vel zit, want ik voel me nog steeds wel, nou ja, happy en zo. Maar ik wil gewoon weer even dat goede gevoel krijgen van ik ben productief. En dat is ook gewoon waarin ik jullie ga meenemen. Soms heb je het gewoon te druk. Dus bijvoorbeeld als je met school bezig bent of weet ik veel. Soms heb je het te rustig. Bijvoorbeeld als je in quarantaine zit. Ik zit niet in quarantaine, maar ik weet heel veel mensen op dit moment natuurlijk wel. En in deze video wilde ik gewoon wat positieve dingen delen die je kan doen. Als je een productief gevoel wilt hebben, als je bezig wilt zijn. Maar als je niet op social media wilt gaan zitten. Want als we niet zoveel te doen hebben, pakken we al heel gauw deze erbij natuurlijk. En gaan we op social media zitten. Maar in deze video deel ik gewoon wat dingetjes die je kan doen zonder dat je op social media hoeft te zitten. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, ik raad je aan om dat zeker te doen. Daarmee support je mij heel erg. Door het abonneren komt deze video weer bij meer mensen terecht. Als je al geabonneerd bent en je wilt me nog steeds supporten, doe dan een duimpje omhoog. Ook dit heeft een beetje hetzelfde effect en waardeer ik dus echt heel erg. Ik verdien geen geld met YouTube zoals de andere YouTubers, maar dat betekent dan wel weer heel erg veel voor me. Dus heb je even tijd om dat te doen? Dankjewel. En dan gaan we nu beginnen met mijn leven op orde krijgen. En ik begin even met het plannen voor december. Als ik dit aan het filmen ben, is het net 1 december. En om ervoor te zorgen dat ik een productief gevoel heb, vind ik het wel heel erg fijn om gewoon even te kijken wat me deze maand allemaal te wachten staat. Even doelen te zetten voor deze maand. Maar ook even kijken hoe ik de afgelopen maand heb gedaan. En dat doe ik eigenlijk heel simpel. Ik ga achter mijn bureautje zitten. Ik schrijf wat op. Ik gebruik mijn laptop. En op die manier plan ik eigenlijk de maand. De meeste afspraken en echt dingen dat ik bijvoorbeeld naar school moet of zo, dat staat er al in. Maar voor mij gaat het gewoon meer om mentaal. Wat heb ik te doen? Welke dingen ga ik meer aandacht aan besteden deze maand? Gewoon een beetje kijken hoe ik het voor mezelf makkelijker kan maken. En hoe ik een beter persoon kan worden voor mezelf, maar ook voor de mensen om me heen. Als tweede moet ik echt even mijn kamer opruimen. Mijn kamer is zo vaak gewoon een zooi. Ik ben gewoon niet heel goed in iets opruimen. Net nadat ik een zooi heb gemaakt. Dus het moet minstens een paar uur blijven liggen. Ik weet niet, dat is gewoon een soort interne regel bij mij. Heel irritant, ik weet het. Dus om de zoveel dagen moet ik gewoon echt even een deep clean doen. Tussendoor doe ik meestal gewoon mijn kleding opruimen die op de grond ligt en zo. Maar mijn bureau raakt gewoon langzaam vol. Mijn kastjes, mijn raamkozijnen, alles raakt gewoon langzaam vol met kleine spulletjes. Dus die moet je dan gewoon weer even weghalen. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben van, weet je wel, het is een rommel in je kamer, het is een rommel in je hoofd. Ik heb dat ook heel erg. Dus als ik een productief gevoel wil hebben of voordat ik begin aan werken of zo, gewoon even mijn kamer opruimen. Het geeft me rust. Het geeft me een goed gevoel. Het geeft me het gevoel dat ik alles aan kan. Dus al wil jij nu productief zijn en is je kamer een troep, doe dat dan eerst even en ga daarna aan de slag. En de tweede doe ik meestal in de vakantie. Omdat in de vakantie heb je niet zo heel veel te doen. Maar je wilt wel een productief gevoel hebben elke dag. En door tussendoor gewoon even je kledingkast uit te ruimen en dingen weg te doen, krijg je het gevoel dat je weer een beetje met een nieuwe start begint. Ik heb dat bijvoorbeeld ook altijd als ik mijn laadjes ga opruimen. Ik heb zo'n ladekastje hier staan. En al die laadjes zitten altijd helemaal vol. En als ik dat gewoon even ga organiseren, dan voelt het ook gewoon, het voelt zo goed en het voelt zo schoon en alles. En dat heb ik dus een beetje hetzelfde als ik mijn kledingkast ga opruimen. Ik heb echt ontzettend veel kleding en er komt toch alleen maar meer bij. En dat terwijl ik zelf nooit kleding koop. Dus het is echt alleen maar van samenwerkingen en dingen die ik toegestuurd krijg. Waar ik natuurlijk ontzettend dankbaar ben. Want zoals ik net al zei, ik verdien geen geld met YouTube. Dus doordat ik dan eigenlijk mijn kleedgeld kan gebruiken om te sparen voor mijn studie en voor mijn rijbewijs en zo, krijg ik het zo toch nog een beetje terug. Maar goed, dat zorgt er zelf voor dat ik een kledingkast heb vol met kleding. Wat ik af en toe gewoon even moet uitzoeken en netjes moet maken. Nou, wil jij nou bijvoorbeeld niet echt iets wegdoen uit je kledingkast? Ik kan dat heel goed begrijpen, omdat je toch gehecht bent aan bepaalde dingen en je gaat niet elke maand iets wegdoen. Dan kun je natuurlijk ook gewoon de plankjes of wat je dan ook hebt, gewoon weer even reorganiseren. Weer even zorgen dat alles netjes is opgevouwen en dat alles gewoon goed ligt. Je zomerkleren kunnen bijvoorbeeld lekker naar achter of in een doos of zo. En dan heb je ook alles weer gewoon een beetje glad en organized. Iets wat ik altijd doe als ik me onproductief voel, is een workout. En het voelt altijd een beetje als tijdsverspilling. Want dan denk ik, ik moet aan het werk voor school of voor werk of voor YouTube. En dan ga je sporten, weet je wel. Dat is niet noodzakelijk. Het is iets gewoon wat je leuk vindt. Doe dat nou niet. Maar het is voor mij zo'n gamechanger. Ik hou ervan om te bewegen, om te sporten. Het is zo goed voor je. Ik merk gewoon heel erg, als ik even de tijd neem om naar mijn lichaam te luisteren, dat hij dan echt wel aangeeft dat ik gewoon lekker in beweging moet blijven. Ik moet mijn lichaam gewoon uitdagen. Ik moet mijn spieren trainen. Ook gewoon om
happy te zijn, om productief te zijn, om het idee te hebben dat ik goed voor mijn lichaam zorg. En dat helpt al heel erg met het productiviteitsgevoel. Ben je nou niet zo iemand die houdt van sporten? Nou, geloof me, ik heb er ook niet altijd zin in. Ga dan bijvoorbeeld buiten een rondje lopen. Ik snap dat het nu misschien niet zo heel lekker weer is, maar als het droog is, dan heb je alles wat je nodig hebt. Ik vind het ook wel eens fijn om af en toe een rondje te lopen. Soms luister ik wat muziek. Je kunt ook samen met iemand gaan lopen. Dat maakt het natuurlijk alleen maar gezelliger. Maar ja, het is gewoon heerlijk om even tot rust te komen. Even de natuur te zien en ook niet de hele dag opgesloten zitten in je kamer. Dit is misschien niet een hele goede voor als je in quarantaine zit, maar ik denk dat jullie met verstand nadenken dat zelf ook wel weten. Iets anders wat ik doe als ik gewoon het idee heb dat ik niet helemaal alles op een rijtje heb, is journalen. Dit kun je op verschillende manieren doen. Je kunt natuurlijk een bullet journal kopen. Ik heb mijn eigen business hierin, dus ik gebruik mijn eigen bullet journal. Ik heb 2 bullet journals bij mijn bedrijf, die is de Label. Je kan hier de nieuwe bullet journal zien. Hij is super leuk. Even een korte promo. Je kunt hem voor volgens mij iets van 15 euro kopen of zo. En met een journal, je kunt alles in doen wat je wil. Soms vind ik het gewoon fijn om mijn gedachten uit te schrijven. Gewoon schrijven. Soms vind ik het echt fijn om iets in kaart te brengen. Dus bepaalde oorzaken, gevolgen, wat draagt er aan bij. Dat gewoon helemaal op te schrijven in bepaalde systemische, weet ik veel. En soms gebruik ik het om te reflecteren, om nieuwe doelen op te stellen en te kijken hoe ik die ga behalen, maar ook voor fundingen. Dus wil je gewoon productief bezig zijn, wil je aan jezelf werken, kan het heel goed in een bullet journal. In ieder geval, ik vind het altijd wel echt ontzettend fijn werken. Ik zal binnenkort wel weer eens een bullet journal video maken. Ik heb het de laatste tijd niet zo heel veel meer gedaan, omdat ik zelf niet heel veel meer aan het bullet journalen ben. Maar ik zal het binnenkort wel weer eens doen, want jullie vonden het altijd wel heel erg leuk. Laat weten of jullie dat leuk vinden. Nog een ding wat heel belangrijk is en wat ik echt wel vaak zat vergeet, is echt de tijd te nemen voor self-care. En dan gewoon echt even die self-care waarvan je denkt is niet noodzakelijk, maar wat het wel gewoon eigenlijk is. Ik heb het over skincare, ik heb het over gewoon lekker douchen, je haren wassen. Gewoon echt even de tijd nemen voor je verzorging, zeg maar. Lichamelijk, maar ook je gezicht en alles. Ik heb het idee dat men dit best wel gauw overslaat als je het druk krijgt. In ieder geval ik wel. Het is niet dat ik dan niet meer douche, maar het is gewoon, ik doe alles snel. Ik denk er niet bij na en ik ga weer terug aan het werk. Dus ook dat hebben we soms allemaal even nodig. Het is net december als ik dit film, maar als je de komende tijd niet echt een idee hebt dat je productief bezig bent, kun je alvast nadenken wat voor doelen je wil gaan zetten voor 2022. Het einde van het jaar nadert natuurlijk al best wel snel. En ik denk dat voor de meeste mensen het echt best wel leuk is om doelen te zetten. Alleen al omdat je er gewoon gemotiveerd van wordt om jezelf te verbeteren. Je krijgt wat meer perspectief over hoe jij wil zijn in het nieuwe jaar. En ik denk dat dat echt al fantastisch is. In ieder geval, ik merk bij mezelf wel heel erg, ik vind het ook fijn om opnieuw in een bullet journal te doen. Maar je kunt het ook op een papiertje doen. Je kunt het ook visueel maken. Mijn vision board is niet per se voor 2022. Maar het is natuurlijk wel gewoon een goede manier om in beeld te brengen wat jij wil bereiken. En zo bereik je het ook sneller. Iets wat ik ook graag doe om even te resetten is een telefoon cleanen. Ik weet dat ik hier vroeger echt altijd heel veel de tijd voor nam. Omdat ik echt niet wilde dat mijn telefoon vol raakte. Nu heb ik gewoon best wel heel veel gigabyte aan opslag. Dus gebeurt dat eigenlijk niet. Maar alsnog, ik probeer er wel gewoon af de tijd voor te maken. Het is gewoon fijn om door je galerij te scrollen. En gewoon alleen maar leuke foto's te zien. Leuke herinneringen op te halen. In plaats van dat er dan opeens 100.000 screenshots tussen staan. Of een of andere huiswerkopdrachten, weet ik veel. Ook verwijder ik altijd wat apps. Zet ik ze in wat mapjes. Soms heb je een app echt 1 of 2 keer nodig per jaar. Maar goed, dan moet je hem niet verwijderen natuurlijk. Anders moet je hem weer opnieuw downloaden. Dus het is wel handig om ze even in mapjes te zetten. Zo heb je het idee dat ze weg zijn in ieder geval. Dat heb ik wel altijd heel erg. En je bent misschien ook minder geneigd om op je telefoon te zitten. Aangezien je minder wordt uitgedaagd om al die verschillende apps te bekijken. Weet ik veel hoe dat werkt. Maar een telefoon clean-up is dus ook zeker een aanrader. En het is misschien niet zo heel leuk om te doen. Zeker niet als je bijvoorbeeld nu vakantie hebt. Maar je kunt alvast even vooruitkijken voor school of werk. Wat je moet gaan doen komende periode. Ik heb bijvoorbeeld een paar dagen geleden alle informatie doorgekregen over het tweede half jaar, tweede semester van mijn opleiding. Oké, ik zit hier met mijn laptop open, met mijn schoolrooster voor me. Mijn boek van mijn grootste vak dit jaar, waar ik nu al mee achterloop. En even een blaadje om op te schrijven wat de komende periode inhoudt. Dus ik ga gewoon even kijken hoe het zit met alle vakken, wanneer de tentamens zijn, wanneer de hertentamens zijn. Zo heb ik gewoon even overzicht. En dan ja, moet het denk ik wel goed komen. Als je dit nu doet, hoef je dat later niet te doen. En als je dus nu iets van een
burst van motivatie hebt ofzo, dan is het natuurlijk alleen maar slimmer om dat nu te doen. In plaats van dat je het later moet gaan doen zonder motivatie, waardoor het veel minder snel gaat en veel minder gemakkelijk. Iets waar ik de laatste tijd best wel rustig van word en wat echt therapeutic werkt voor mij, is koken. Had ik helemaal niet verwacht, maar ik heb dat toch wel een beetje uitgevonden. Dus ook als ik gestrest ben of als ik me onproductief voel, vind een nieuw recept en ga iets bakken of koken of weet ik veel wat. Ik heb een paar hele goede recepten, bijvoorbeeld deze feta pasta, maar ook ravioli. Ik maakte laatst een ravioli schotel. Was zo lekker. Dus ga de keuken in, probeer wat. Misschien kan je nog helemaal niet koken, dan is het des te leuker om het te leren. En misschien kook je al jaren, dan zou ik zeggen, wat heb je nog nooit geprobeerd? Ga een nieuw recept uitzoeken. Elke keer als ik me lusteloos voel of onproductief, dan doe ik dit. En dat is het lezen van een boek. Ik weet dat heel veel van mijn generatie geen lezende mensen zijn. Ik heb het idee dat het nu alweer een beetje opkomt door BookTok en zo op TikTok. Maar ik heb het idee dat het gewoon niet meer zoveel is zoals vroeger. Dat is natuurlijk heel normaal. We hebben heel veel schermen en zo. Maar lezen is zo goed voor je ontwikkeling. En het is ook zo fijn om gewoon even te verdwijnen in een boek. Meestal als ik gestrest ben, dan ga ik fictie lezen. Meestal als ik me echt heel onproductief voel, ga ik non-fictie lezen. Dus ja, motivatieboeken. Want daardoor krijg ik een beetje het gevoel van, oké, ik ben dingen aan het leren. Ik ben mezelf aan het verbeteren. En komt die motivatie en de productiviteit wel weer omhoog. Wat ik ook dus kan toepassen op andere dingen. Maar als je alleen non-fictie wil lezen, is dat goed. Als je alleen fictie wil lezen, is dat goed. Ik zal binnenkort wel weer eens een keer een boekreview doen of zo. Ik vind dat zo leuk. Ik weet dat echt bijna niemand het kijkt, maar het boeit me niet, want ik vind het zo leuk om te maken. En een paar van jullie vinden het ook leuk, dus dat is ook goed. Nou jongens, ik voel me weer helemaal een beetje opgeladen nadat ik dit allemaal heb gedaan. Het is soms gewoon echt goed om even een dagje voor jezelf te pakken. Om even kleine dingetjes te doen waar je je beter door voelt. In plaats van al die grote taken te moeten tackelen. Dus als jij je de komende tijd misschien ook even niet zo lekker voelt. Of onproductief. Of je hebt het idee dat het allemaal niet zo lekker loopt. Hopelijk heb je dan iets aan mijn tips. Hopelijk probeer je het. Hopelijk zorg je goed voor jezelf. En dan denk ik dat het allemaal wel weer goed komt. Als je net geabonneerd bent, wil ik je toch nog vragen om dit nog te doen. Volg ook mijn kleine bedrijfje op Instagram. Jullie hebben de afgelopen tijd echt massaal besteld. Wat super leuk is, worden we heel blij van. Dus als je ons nog niet volgt, je mist echt wat. Dus volg ons. En dan ga ik hier bij de video afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Bye guys!